Rob. Je bent 9 jaar geleden overgestapt naar digitaal werk met Total Station. Kun je eens vertellen waarom je die methode destijds zo bent gaan toepassen? Omdat wij ook veel in de bedrijfshallen zaten en we kwamen toch achter dat er een duur maatfout in kwam. Verschillen van een aantal centimeters, een staalconstructie waar het niet paste. En toen hebben we de stap gemaakt om Total Station te komen. En daar hebben wij de profijt en het gemak van gezien dat we gewoon sneller werken, nauwkeuriger werken. En de jongens gewoon veel meer vrijheid kunnen geven, veel meer gemak mee kunnen geven naar de bouw. Om alles te kunnen doen. Een voorbeeld is, wij deden eerst gewoon de bouwraam, wat je traditioneel eigenlijk zag. Een bouwraam om de bouw heen met draden erop. Maar dan ga je met 2 man ga je naar de bouw toe en dan ben je gewoon een dag bezig om je bouwraam te zetten. En nou, dan moet je pakketten in de grond doen voor je grondwerk. En nu neem ik mijn Total Station mee. En ik kom op de bouwplaats en een uur later rijd ik weg. En dan staat het grondwerk erin. Je moet het apparaat leren kennen, maar je gaat ook je bouwmethodiek veranderen. Je gaat anders werken op de bouw met je maatvoering. Als maatvoerder ben ik nu meer druk op de bouw dan met bouwplanken. Maar de timmerlieden hebben met maatvoering en met het uitzetwerk hebben ze veel minder werk. Maar zo is natuurlijk ook een manier om meer werk te verzetten met minder mensen. Ja, absoluut. Ik merk bij heel veel eigenaren van bouwbedrijven, die vinden het wel eens lastig om hun mensen mee te krijgen. Hoe is dat destijds bij jou gegaan? Ik weet nog helemaal goed, de eerste klus wat we deden, zeggen, kun je ermee geen bouwplanken omheen zetten? Dan kan ik zelf nog wat nameten. Ik zeg, ik ga niet dubbel op doen. Ik investeer in een stukje digitaliseerd, high-tech apparatuur. En dan ga ik allebei doen. Maar het mooiste is als je dan op een vrijdagmiddag na tijd even een borrel zit te doen met de collega's. En die oude man die komt bij je, of oudere man, die zegt van, dat, de Total Station, die moet je nooit weer verkopen. Ja. Hij zegt, dat werkt toch handig en werkt goed. Donders handig, zeggen ze hier dan. Ja, donders handig. We hebben een halve dag training gehad, van Topcon. We zijn op kantoor begonnen en we zijn daarna zelf de bouwplaats opgegaan. We hebben gewoon van alles gedaan. En met die training zeg ik, hoe weet ik op hoogte zou ik dat zetten? Hoe kan ik zeggen van ik wil mijn pijl 20 centimeter vanaf de put verklikt hebben of 25 centimeter hoog? Nou, dat is me uitgelegd in een kwartier, 20 minuten. Nou, daar hebben we nu al zoveel gemak van gehad. Het was gewoon een praktische werknemer die we hebben gehad van Topcon. Die ervaring heeft ook in de bouwmaatvoering. Die zo kan zeggen van het apparaat werkt zo, maar als je nou dit op die manier doet. Misschien is dat handiger voor jullie, of misschien is dit een idee voor jullie. Ja, eigenlijk de apparatuur heel specifiek geconfigureerd en toepast op jouw werkgebied. Ja. Als je het andere bedrijf zou moeten adviseren hoe het te implementeren, hoe zou jij dat doen als je van de traditionele werkwijze de stap wil maken naar een stukje digitaliseren? Als ik als bedrijf zijnde, je wilt helemaal beginnen met het digitaliseren van de maatvoering, zou ik zeggen van pak 1 of 2 werkvoorbereiders met een timmerman, schuinse voorman. En ga die training cursus doen. Het is voor de werkvoorbereiding makkelijk hoe moet je de punten voorbereiden. En het is ook makkelijk om als stuntman of voorman om te weten van waar zit er achter? Want als ik zo'n apparaat krijg en ik ga op de bouw op, dan is het ook makkelijk om te weten van hoe wordt nou iets, hoe ontstaat iets? Want het is wel een samenspel, vind ik, merk iedere keer tussen een stukje werkvoorbereiding en uitvoering. Ja, absoluut. En wat bij ons belangrijk is, en dat hebben we het eerste jaar, 9 jaar geleden, kwamen we erachter. Je moet wel zorgen dat je elke wei op dezelfde manier uitzet. En niet zeggen de ene keer verklik ik hem 3 centimeter, punt, de andere keer 5 centimeter. Maak daar vaste afspraken in. In het begin was dat een beetje zoeken, maar dat is echt een tip waar ik mee kan geven. Van, maak vaste afspraken dat je elke bouw op dezelfde manier doet. En als jij nou 10 jaar terugkijkt, wat heeft het jou gebracht? Tijdwinst. Dus de investering vrij snel terugverdiend. Maar aan de andere kant van alles heeft ook de preciesheid van het werk. De zuiverheid. De zuiverheid. We maken het werk nu mooier, zeg maar, beter dan met de bouwraam. Maar zodra we naar de schuinte ingaan, of naar rond, dan is het niet te doen. We hebben een stukje de tijdsbouw gehad, en er staat iets van een ronde gevel in. Nou ja, dan zet je met je Total Station om de 30 centimeter zet je een punt neer en dan heb je gewoon een ronde lijn wat je kunt maken. Dat is wel het gemak wat wij nu met de Total Station hebben. Wat Topcon, dat is echt een uitkomst. Dat is het voordeel van de Total Station. Als je nou op 5 meter meet, of we meten op 50 meter, 100 meter, het blijft de nauwkeurigheid houden. In deze methodiek kun je natuurlijk gewoon zeggen, joh, ik sta hier met dat apparaat, ik meet die en die en ik hoef geen zichtlijn tussen die 2 meter te hebben. Nee, dat klopt. En nu heb je sinds een half jaar een robot, hè? Dat was een stap waar ik heel lang tegenaan zat te hikken. En nu denk ik iedere keer als ik hem gebruik, die had ik gewoon een paar jaar eerder moeten komen.
Het gemak en de snelheid wat je met de robot dit hebt, dat is zo ongekend. En nu ga je alleen en dan ga je in de bouwplek en dan zet je het kavel uit of je zet het grondwerk uit en je gaat verder. In jouw geval, je hebt 2 keer een investering gedaan. Heb je het gevoel dat echt wel, dat je dat goed hebt kunnen terugverdienen, die investering? Ja. Het duurt uiteraard een jaar, 2 jaar om het terug te verdienen. Die investering is het dubbel en dwars waard. Het is de toekomst.